En dan nu? Hallo kijkers. 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen en in het hele land trouwens. En in Nijmegen doen er 14 partijen mee aan deze verkiezing. En op één daarvan moet u gaan stemmen. Althans, als het aan mij ligt, dan gaat u stemmen, want ik ben wel voor stemplicht. Mijn oma zei ooit tegen mij dat het zo belangrijk was dat mensen gingen stemmen, want zij heeft er nog voor gevochten dat vrouwen stemrecht krijgen. Sinds die tijd ga ik elke keer trouw stemmen. Vanaf mijn 18e eigenlijk al. En ik ben ondertussen 53. Ik zal eens een keer uitrekenen hoe vaak ik al gestemd heb. U kunt in Nijmegen op de volgende partijen stemmen. Kijkt u even mee hier, het bord achter. Eens even kijken, zo. We hebben van links naar rechts GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, SP en VVD. Daaronder het rijtje CDA, Verenigde Seniorenpartij, Gewoon Nijmegen, een Nijmeegse fractie en ook een nieuwkomer, de Creatieve Partij Nijmegen 2.0. Nieuw in Nijmegen is ook de ChristenUnie, de Piratenpartij, ONP PSP 92, de OPA. Dan kunt u ook nog, krijgt u wat advies over wat u mee moet nemen bij de gemeenteraadsverkiezingen, namelijk je stempas en je identiteitsbewijs moet je meenemen. Je stempas krijg je binnenkort in de bus. Als je nog tijd over hebt op de dag van de verkiezingen, kun je reservestembureau lid worden. Daar krijg je dan een vergoeding voor en daarvoor moet je je melden bij de digitale balie. Ik wens u een goede keus toe, lees u alle programma's goed door en ga stemmen op 19 maart 2014. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. En ik heb in totaal al 26 keer mijn stem uitgebracht.